Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Werner Vlogt. Ik heb mijn auto net ingeladen, mijn spulletjes erin gelegd en aangekoppeld. Ja, ik ga weer een ritje Italië doen en deze keer gaan we samen met Sebas en met Kees, onze beauty Kees. Ja, dan gaan we gaan met z'n drieën naar de trein. Nou ja, niet meer echt naar z'n drieën, want ja, we gaan met z'n drieën, maar Sebas die heeft even een adresje in België te lossen, dus die is al weg. Die moest nog even tanken en die gaat even een klantje lossen en dan komen we weer samen op Hawaii. Nou, dan gaan we de trein op vanavond. We gaan laat, dus dat is minder gunstig, maar ja goed, dat is niet anders. En ja, minder gunstig in zoverre, je komt morgenochtend pas laat van die trein af. Dus maar dan moet ik beginnen in Milaan. En dan heb ik daar rondomheen een paar adresjes en richting Venetië nog een paar. Dus nou ja, op zich een leuk ritje. Dus ja, ik hoop dat ik weer genoeg beelden kan schieten om jullie te laten zien. Dus ik zou zeggen, veel plezier met kijken. Nou, inmiddels zitten we in de Ardennen. Ja, tussen Namen en Luxemburg. En we stoppen zo op Hawaii om een bakje koffie te drinken. En Kees is degene die nog voor me rijdt. Waar Sebas is gebleven, dat weten we niet. Maar die moest even een klant los in België. Dus of hij wacht daar op ons, op Hawaii. Of hij komt als wij er staan. Maar dat gaan we vanzelf zien. En van daaruit gaan we met z'n drietjes verder naar de trein. Nou, wij zijn op Hawaii. Kees die is nog aan het tanken. Die moest nog tanken, dat wist ik niet. Ik dacht dat hij ook zijn tanks vol had. Ik had ze in ieder geval al vol. Ik heb vrijdag getankt. En Sebas die is er ja, met een drie kwartiertjes of zo. Dus ja, we wachten gewoon op Sebas. En we hebben tijd zat. Als we nu door zouden rijden, zou om 4:30 in Freiburg zijn. Nou ja, drie kwartier erbij is 4:45. En we kunnen pas om 9:00 die trein op. Dus ja, je bent gewoon veel te vroeg. Dus we rijden straks op ons gemak weer verder en dan gaan we ook nog een keertje eten onderweg. Nou ja, vandaag gaat zien we het wel, joh. Hey Kees. Staan we dan? Te tanken. Kom er niet meer. Allemaal aan het doen, jongen. Wat? Zit je in de auto? Nee. Wat heb ik
Nou, inmiddels zijn we bijna op Maalberg. Dus ja, dat is vandaag het wachtstation of zo. Ik weet niet, maar ja, we gaan even eten en babbelen en doen. En dan ja, na het eten even kijken. Dan is het nog ja, een klein half uurtje naar de trein. Dus ja, komt ook wel goed. Sebas en Kees hadden even een stoplichtje tegen, dus ik loop even ietsjes uit. Ja, dat is mooi. Dan kan ik ze even filmen dadelijk. Als ze aankomen rijden. Nu de trein op. Nou, dat hebben jullie al zo vaak gezien in andere filmpjes, dus dat ga ik niet meer filmen. Dus ja, ik zou voor nu zeggen welterusten. En morgenochtend ga ik er gewoon weer mee verder, maar dan in mijn eentje. Dus de rust. Nou, het is dinsdagmorgen, we zijn net van de trein af. Dus we gaan er maar eens aan beginnen aan het ritje. En we beginnen in Middellaan. Ik ben nu Milan ingereden, maar met een trailer is dat niet zo heel erg handig. Mijn navigatie geeft elke keer aan hier rechtsaf, maar dan kijk je een straatje in. Nou, dat is niet slim om dat te doen. Dus ik ben even verder aan het rijden, ja, en dan maar kijken of dat het goed komt. Ik kan niet draaien ook, dus ik kan niet terug ook. Nou, ik ben hier goed, maar ik moet daarin. Dat gaan we dus niet doen. Je kan er langs de andere kant op rijden. Dat gaan we ook niet doen. Dan kan je met een bakwagen nog niet fatsoenlijk. Dus het is één pallet. Die man die komt er zo aan met zijn heftruck. Dat is beter geregeld. Nou, de pallet is gelost. Ik moest even 10 minuten wachten. Dat zijn er uiteindelijk 30 geworden. Nou ja, ik ben om 10:45 in Monza. Dus die gooi ik nog wel uit voor de. Dus ja, dat is 20, 25 minuten rijden. Dus die moet er wel even uit voor de middag. Dus dat moet goed komen. Want eerst die weg zie ik het allemaal weer.
Hij zegt dat ik hier moet zijn, maar rijdt nou een doodlopende straat in. Ik weet het niet. Even bellen. Dus dat gaan we even doen. Nou, die is ook gelost. Dat waren ook maar 3 pelletjes. Dat is ook allemaal zo gebeurd. En dan moet ik naar een klant in Cavaneco di Brianza. Dat ligt 18 kilometer hier vandaan. Maar dat is een piep klant. Dat is 1 pellet en dat kan wel eens 2 uur gaan duren. Maar ik kom er ook net voor de pauze aan. Dus dat denk ik ook niet dat het sowieso wat wordt. Maar goed. Maar ik ga eerst hier van het terrein af proberen te komen en dat is nogal een drama. Dus ik draai die camera even op. Nou, dat valt eigenlijk toch nog niks tegen. Ik moet hem even een keertje opsteken, maar... Nou, prima. Ik had het erger verwacht. Je kan hier maar op één manier komen, dus we moeten op dezelfde manier weer terug. Deze is inmiddels ook gelost. Dat valt er niks tegen, jongens. Want ja, iets meer dan een half uur gestaan. Dus daar mag ik eigenlijk niks voor zeggen. Even een fotootje maken van de CMR voor de bordcomputer. Zo. Hoppla. En dan gaan we nu net voor van deze kant af. Somma Campagna, dat ligt van deze kant af gezien net voor Verona. En dan hoop ik er eigenlijk nog eentje te lossen vandaag. Want dit zijn de aankomende is 4 pelletjes en daarna 1 pelletje. Dat zou moeten lukken. Dus dan is mijn dag in ieder geval weer goed. Dan heb ik er morgen nog 2. Niks te klagen. 1, 2... Hoppakee.
Gaatje, ciao. Zo, die zijn er ook weer uit. Ook weer zo gepiept. En nu gaan we naar de laatste van vandaag, nummertje 5. Want hoe heet het? Nummertje 6 die los maar tot 12 uur of tot 1 uur. En ja, nummertje 7 daar kan ik niet bij. Daar staat nummer 6 voor. Dat zijn 18 pallets. Dus we gaan op ons gemakje deze laatste lossen van vandaag. En dan eens even kijken waar we terecht kunnen komen qua restaurant. Komen allemaal weer bekend voor. Alleen die naam zegt me niks. Maar goed, dat maakt niet uit. Ik ben hier al eens een keer geweest. Nou ja, dat ik hier ben geweest, dat weet ik zeker. Maar die klantnaam zegt me niks. Maar ik weet het bijna zeker dat het dan dezelfde wel moet zijn. Want het lijkt mij niet dat hier heel veel bedrijven zitten. Oh ja, 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 ja. Ik weet het alweer. Ik weet het alweer. Dat is ook zo'n gebied hier zo. Ik moet eens even de poort open doen en dan kan ik naar binnen rijden. Bouwt je even rond. En dan komt het goed. Dus ik ga het even een belletje bellen. Zo.
geen pelletje er weer uit. Zo gaat het eigenlijk best lekker. Maar ja, ik moet ermee stoppen voor vandaag. Ik moet even de auto op buiten zetten hier zo. En dan ga ik even kijken waar we... Ik denk Montebello. Nou, ik ga het, die kant op. Ik heb even mijn half uurtje volgemaakt. Niet omdat het nou... Niet omdat het nou per se nodig was. Maar anders sta ik om 4:15 al bij de kroeg. Zal het niet veel schelen, maar ik kan gewoon die andere klant niet meer lossen vandaag. Die lost maar tot 12:30. Dus daar zijn jullie ook al een keer mee naartoe geweest. Nou ja, hoe dat precies zat, dat leg ik morgen nog een keer uit. Ja, ik moet er toch naartoe. Ik kan je net zo goed laten zien. En daarna hebben we er nog één te lossen. Dus. En dan is het weer afwachten wat er geladen moet worden. Nou ja. We gaan eerst eens snel een restaurant opzoeken met een douche, want het is hier nu 35 graden. Dus ik ben op dit moment heel blij met mijn airco. Nou, goedemorgen, het is inmiddels woensdagmorgen 8:30. We staan in Caro 9. En er staat een auto voor me, die moet even twee pelletjes lossen. Dus dat is zo gepiept. En dan zijn wij aan de beurt. Dus even wat geduld nog. Nou, we kennen. Nou, ik ben inmiddels verlost, maar het is 9:05, het is 31 graden. Ik heb 14 IBC'tjes naar buiten staan trekken, met het handje. Ja, dat is niet te doen joh, met dit weer. Maar ja, dat mot. Maar ik ga nou, je ziet mij niet heel vaak in een korte broek lopen met mijn werk. Maar het gaat wel gebeuren nou. Ik ga maar even omkleden. Dus, daarna gaan we naar
Ja, een plaatsje bij Pordenone in de buurt. Dus eerst even maar omkleden. Zo, die is weer gelost. Dus ga ik hem even afmelden op de boordcomputer. Fotootje maken van de CMR weer. Hoppakee. En dan ga ik hem eerst eventjes ronddraaien ergens. Ergens. En buiten zetten. En dan ga ik even bellen. Wat de bedoeling is. Nou, kom.
akkoord en verzenden, prima. Dus ik ga hem eerst even rondgooien. Of in ieder geval ergens draaien, maar op dit terrein kan dat niet, dus ik moet even op het terrein van de buurman zijn, maar goed. Het zal ook wel goed komen, want het hek staat open. Ik heb even gebeld en we kunnen naar Verona. Dat is 190 kilometer terug richting Milaan. En daar heb ik twee klanten op gekregen. En volgens mij zit die dan wel aardig vol. Dus ik denk dat ik dan over de Brenner weer terug ga. Maar we gaan eens laaien. Dan weet ik dat straks met zekerheid te zeggen.
Pas op. Zo, dat zit er weer in. Dat is vrij snel gegaan. 45 minuutjes, 4 kratjes. Dus dat is mooi. Het is hier warm, jongens. 38 graden, man. Even kijken, hoor. Dan gaan we naar de volgende. En dat is 44 kilometer rijden. Valeggio. Mincio of zoiets. Nou ja. Dan gaan we die kant nog op. Dat ik een paar flinke paletten moet laden volgens mij. Of machines, weet ik het. Even melden. Nou, het eten heeft geduurd, maar we mogen er binnen toe. We gaan achteruit de loods in en dan wordt hij langs het dak geladen. Ik zou het nog even laten zien inderdaad. Had iemand om gevraagd. Maar dat denk ik nu pas aan. En hij zal lopen. Dus ik zal het filmen als ik hem weer dicht maak. Ik ben inmiddels dus weer geladen. En ja, ik heb even gebeld. Ik kan nog één pallet spuiten eventueel, maar ja, dat heeft hij niet. Dus ik kan naar de zaak toe. Dus ja, dan stopt hier ook mijn vlog. En dan ga ik nog een dikke anderhalf dag buiten zitten kijken. Ja, ik kom over de Brenner terug. Dus via Oostenrijk en Duitsland. Ja, dat hebben jullie natuurlijk ook al een paar keer gezien. Dus nou ja, ik wens jullie allemaal een prettig weekend en tot de volgende vlog. Houdoe!